Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik kreeg een vraag om een aandeel te analyseren. En dat aandeel is eigenlijk actief in steenkool. En steenkool is natuurlijk nu niet een sector waarvan je zegt van wauw, dat is waar je in wil zitten. Omdat ja, het milieu is natuurlijk steeds meer een dingetje. En daarnaast, we gaan steeds meer naar duurzame energie. Kernenergie krijgt een steeds grotere rol in de wereld. Dus wat moet je nu nog met steenkool? Daar wil ik het over gaan hebben. En we gaan dus zometeen eens eventjes kijken. Voordat we dat doen, nog eventjes wel het feit van ja, steenkool is nog altijd in de wereld een van de belangrijkste bronnen van energie. Zeker voor het elektriciteitsnet. En dat is nog niet veranderd. Duurzame energie groeit als kool, dus dat is waar. Maar daarmee is nog niet die rol van steenkool over en uit. En dat gaat voorlopig ook nog niet zo zijn. Maar wat je wel ziet is dat er in steenkool heel weinig is geïnvesteerd. Natuurlijk, de vorige Amerikaanse president was helemaal met mond vol en alles steenkool. Hij heeft daar niets voor gedaan. Het was alleen maar retoriek. En wat je dus ziet is dat heel veel bedrijven eigenlijk wel weten, ja, dit is een aflopende zaak, wij doen daar niks meer in. En dat maakt dat ze in feite nog een beetje profiteren van de investeringen die ze hebben gedaan, maar niet meer investeren naar de toekomst toe. Is daarmee steenkool als beleggingsstrategie compleet en sector compleet over en uit? Nou, dat denk ik dus niet. Omdat er ook in die sector nog steeds bedrijven kunnen zijn die wel investeren en die resterende markt, die er nog steeds is en nog heel groot is, toch goed willen bespelen. En als we nu kijken naar het afgelopen jaar, welke grondstof is het meeste in waarde gestegen, dan is steenkool de grootste stijger of één van de grootste stijgers. Ja, dus het is niet zo dat het al over en uit is. Het is niet populair om daarin te beleggen, maar ja, goed, het is niet voorbij. En daar wil ik het met je over gaan hebben, want ik heb een bepaald aandeel op het oog. Een aandeel wat ik overigens zelf in bezit heb. En dat is even als disclaimer van belang, dat je weet dat ik aandelen in dit bedrijf heb. Daarbij, deze video is geen beleggingsadvies. Moet je ook niet zien als beleggingsadvies. Neem het tot je, omdat je het interessant vindt. Maar vervolgens neem je je eigen besluiten en doe je je eigen onderzoek. En deze video kan een deel van dat onderzoek zijn. Hè, maar ga niet op basis van deze video handelen. Dat is het advies wat ik je geef. Daar is het ook niet voor bedoeld. We gaan eventjes naar de website. Financial. We zien hier Peabody Energy Corporation met code BTU. Het aandeel staat de eindkoers afgelopen vrijdag 10,93 en vandaag is de verwachting dat er maar liefst bijna 1,5% afgaat. Dus dan sta ik hier lekker met een video om te zeggen van nou, dit is een interessant aandeel. Nou, je ziet het, je kan het goedkoper kopen vandaag. De market cap is 1,1 miljard. Dus dat is op zich niet zo heel erg groot. En er is een flink verlies wordt er geleden. Op dit moment er is ook geen dividend. Dus pertinent een aandeel waarvan je zou zeggen, ja Tom, daar zit jij dus niet in. Want je wil structureel winstgevende bedrijven die dividend uitkeren. Nou, grappig is dat dan dat ik er toch in zit. En ik hoop dat we daar eventjes aan toe kunnen komen in deze video waarom ik er dan in zit. Gaan we naar de statistieken. Dan zien we dat er een koerswinstverhouding vandaag niet is. Hè, die is niet gegeven. Volgend jaar min 10,8 koerswinst. Dat is nog steeds verlies. Maar de pechratio over 5 jaar bezien is 0,33. Onder de 1 is koopwaardig. Onder de 0,5 is zeer koopwaardig. Dus daar zit dan. Hè, ik ben altijd positief over die pechratio geweest. Ik vind dat heel belangrijk. En dan zie je dus nu ook mijn reden om hier toch in te zitten. He, want die langere termijn, dit bedrijf is daar goed mee bezig. Nou, je ziet die profitability is uiteraard ongelooflijk laag, omdat ze nu verlies maken. En ja, goed, ik zit er al in. Er is een short positie van 9,5%. Dus echt dat er beleggers zijn die hiervan zeggen van ja, dit wordt hem niet. Die sector, die gaat het gewoon helemaal niet zijn. En dat is eigenlijk de reden dat ze short zitten, zover als ik weet. En dus ze zeggen van ja,
In zo'n sector moet je niet zitten. Pensioenfondsen mogen dus niet meer in beleggen. Er komen allemaal maatregelen om te voorkomen dat je in dit soort sectoren gaat beleggen. Ja, hartstikke leuk, maar ondertussen moeten ze er nog wel zijn. Je kan wel zeggen, niemand mag er nog in beleggen, maar het bedrijf moet wel bestaan. Als het bedrijf vandaag dicht zou gaan en alle andere kolenbedrijven zouden ook dicht gaan, dan zitten we zonder stroom. Dus dat kan niet. Dus we kunnen wel doen van, oh juist, we moeten zo netjes zijn, we gooien alles dicht. Maar uiteindelijk is het zo dat we op dit moment gewoon niet zonder kunnen. En wie gaat er dan wel in beleggen? Wie zorgt er wel voor dat het bedrijf nog gaande blijft? Dan moeten toch beleggers zijn die zeggen van, ja, dat is interessant. En dan moet dat bedrijf toch iets bieden waarvan je zegt van, ja, dat maakt dit bedrijf dan wel heel interessant. Die pechratio van 0,33 zegt dus iets. Nou, gaan we kijken naar wat de boekwaarde is. Dat is 8,54. We hebben net de koers gezien van 10,93, dus dat ligt er niet zo heel ver af. Kijken we naar de schuld, dus 1,5 miljard, 580 miljoen in kas. Maar dan is belangrijk om te zien hoeveel die operating cashflow en nabelasting cashflow is. Nabelasting, ze zullen heel veel belasting terugkrijgen, een opgebouwde verliescompensatie. Nabelasting 491 miljoen komt erbij. Dus die schuld van 1,5 miljoen zou, als dit zo blijft bestaan, in 2 jaar terug zijn gebracht naar geen schuld. Ook dat maakt dus dat het interessant is, want ze zouden, als het inderdaad zo is, zouden ze die schuld die nu is, zouden ze kunnen afbouwen als ze dat willen. Of ze kunnen investeren in heel goedkope andere bedrijven die bezig zijn in of de kolensector of in andere sectoren. Maar dit is niet dat het dus in die zin slecht is voor dit bedrijf. Ik denk dat het heel goed is zelfs. Even kijken, gaan we kijken naar de houders. Nou, dan zal het nu zo zijn dat er misschien nog wel een heleboel bedrijven in zitten. En we zien BlackRock, Vanguard, dat zijn de grote jongens. Die zitten er ook in met aanzienlijke posities. Maar die zitten er toch in met een 5% positie. Een S&P... SPDR, met als een mining ETF. Dat zijn die fondsen. Dan kijken we naar puur de top institutionele. Elliott, grote jongen. Susquehanna is ook groot, maar BlackRock en Vanguard, dat zijn echt de grote jongens. En die zitten er toch met meer dan 3% in. Dat zegt toch wat. Die 3% is eigenlijk wel vaak belangrijk. Goldman Sachs zit hier ook in. Charles Schwab zit erin. State Street. Dus de grote jongens zitten hier ook nog steeds in. Dus ondanks dat er wordt gezegd van ja, maar het is niet zo netjes om erin te leggen, de grote hedge funds zitten hier ook gewoon in. Ondanks dat het bedrijf maar 1,12 miljard groot is, dus dat is echt belangrijk. Kijken we naar de analyses, dan zien we dat er in ieder geval 5 en 4 analisten zijn die hier toch naar hebben gekeken. Dat is weinig gezien het feit dat de grote hedge funds hierin zitten. Dus er is toch op een of andere manier... ja, minder aandacht voor. En op een of andere manier, we weten allemaal dat in de pers steenkool echt nodder is. Sociaal gezien kan je dit niet maken om in steenkool te beleggen. En ondanks dat het dus een noodzakelijk kwaad is, wordt er gezegd, nee, dat moeten we vooral niet doen. Nou, je ziet dat terug in het aantal analisten, dat is niet zo heel veel. Kijken we hoe de winst zich verhoudt. Als we kijken naar 90 dagen geleden, dacht ze een verwachting van -1,5 als verlies. Toen werd het slechter, -2,08. Vervolgens ging het beter, beter en nog beter. Dus het verwachte verlies neemt steeds verder af. En dat is positief, omdat die analisten steeds positiever worden. En dat is op zich een goede zaak. Nou, we gaan eens kijken naar de chart. En ik wil hem hebben op de max. Nou, wat je nu ziet... als we kijken naar de maximaal, ik zal hem even op volgscreen zetten. Als we kijken naar maximaal, dan zien we dat de koers ooit hier 46, 47,8. Ja, 47,8 ongeveer zal de hoogste zijn. Ik kan het niet goed zien omdat er een knopje voor zit. Die kan weg. En die kan ook weg. Zo. En wat we hier zien is de MA20, MA50. Dit is die 20. Die gaat nu, is recent, door
die 50 heen gebroken. En dat is dus positief. Dus dan is het, zoals je hier zag dat hij negatief werd en heel lang ging dalen, zou het zo kunnen zijn dat hij nu dus omhoog gaat. Dit is maximaal, als we kijken naar 1 jaar ziet het verhaal heel anders uit. Hier loopt hij dan wat korter, want het is namelijk op dagbasis, die andere was op weekbasis de candle. Maar ook hier zie je dat hij er daar doorgegaan is en nu in het positieve zit. En ja, dan had je op een koers van 3, ja, hier was hij erdoor. Nou, stel je voor dat je hier had gekocht, $4.20 had je kunnen kopen, staat nu al 10,93. Is het al te laat? Nou, als ik kijk naar de 5-jarige grafiek, dan zou je zeggen van nee, nog niet. Ik bedoel, er zit heel veel potentie in. Kijken we naar de pechratio met 0,33, dan zegt dat ook van nou, er is nog best wel een ruimte omhoog. Dus in die zin, je bent vroeg. Ja, als je kijkt naar de verliessituatie zoals die nu nog is en hoeveel potentie er nog in zit als we kijken naar het verleden, dan zegt het verleden niet dat hij daarna terug kan gaan. Met een pechratio van 0,33 zegt dat er nog heel veel ruimte is. Dus ja, je bent hier heel vroeg en dat is eigenlijk voor mij de reden om deze aandelen zelf te bezitten. En ik heb ze al ietsje eerder gekocht, waardoor ik ook nog een keertje op winst sta. Maar ja, dit is wat mij betreft voor beleggers die niet erg vinden om te wachten, is dit een interessant aandeel. Maar realiseer je, je bent vroeg, er kan van alles gebeuren. Stel je voor dat politici echt zeggen, ja, dit moet zo snel mogelijk sluiten, helemaal blind voor de realiteit. Ja, dan wordt dat wat anders. Is dat zo dat politici zomaar blind voor de realiteit dat soort dingen gaan roepen? Nou, kijk naar Nederland. We gaan van het gas af. Er is geen onderzoek gedaan of dat slim was. Er is geen beleid gemaakt om te kijken wat doen we dan. Nee, er is een besluit genomen. We gaan van het gas af. En dan zien we wel wat de consequenties is. Het is de omgekeerde wereld. In plaats van een visie die je hebt, neem je een besluit. En het besluit moet dan de visie maar worden. Dus politici kunnen dat doen. Realiseer je dat. En met steenkool geldt dat natuurlijk precies hetzelfde. Het kan zijn dat er politici komen die zeggen van ja, dat moet nu sluiten en nou is het afgelopen en we gaan strafmaatregelen nemen voor iedereen die daar nog in belegt en die bedrijven moeten meer belasting betalen zodat ze sluiten. Het kan. Dat is het risico wat je loopt. Dat wil ik echt gezegd hebben. Dat je niet denkt van ja, het is alleen maar kijken naar puur het beleggen. Als ik kijk naar puur het beleggen, dan zeg ik van ja, dit is wat mij betreft hartstikke mooi. Enige nadeel is, het zit in steenkool. Als dit in een andere sector zou zijn, zou je helemaal zeggen, ja, wauw, dit is hem, gaan. Dit is een steenkool, je moet zelf overwegen, durf ik dat aan, wil ik dit aan? Kan ik dit met mijn geweten overeenstemmen dat ik dit doe? En ik vind van wel, want we hebben steenkool gewoon keihard nodig. Ik ben heel erg voor duurzame energie, zelf 43 zonnepanelen, ben er helemaal mee bezig. Ik heb ook investeringen in duurzame energie. Maar ik heb dus ook investeringen in zoiets als dit bedrijf. Puur omdat ik daar wel in geloof, in dit bedrijf. Niet in die sector, maar in dit bedrijf. Nou, we kunnen ook nog eventjes naar het bedrijf zelf, naar de website. Je gaat dan naar profile als je bij FinanceYahoo bent. En je klikt dit. En wat ze doen, ze zitten in zowel steenkool als het fabriceren van staal. Dus eigenlijk twee dingen. Ik ben nog niet op deze site geweest via deze computer. Dat was duidelijk. En ja, je kan 30 juni is er de informatie geweest over van hoe het ervoor staat. Kan je zelf lezen. En ze gaan een aantal leningen die uit zijn gezet, gaan ze terugkopen. Ik denk dat dat een goede zaak is. Dat ze hun schuld af laten nemen. Ja, verder. Wie zijn we en wat zijn we? Dat moet je gewoon allemaal eens lezen. Nou, ze zijn dus een leading. Ja, dat zeggen ze altijd in Amerika. Maar ze zijn vooral bezig om de baseload van het elektriciteitsnet te creëren. Dat is nog steeds de rol van steenkool. Steenkoolcentrales hebben de basis van de elektriciteitsnet nog steeds op heel veel plekken in de wereld. In Amerika is dat ook zo, ondanks alle kernenergie die dat ook doet. In Nederland is het zelfs veel meer nog dan in Amerika. Waar zijn ze bezig? Hoe doen ze dat? Je kan het allemaal nalezen op de website. Ik denk dat het heel verstandig is. En ga dan ook zeker bij het investeringen gebeuren kijken.
En ja, je kan dus de verschillende rapporten, jaarrapporten en dergelijke, kan je kijken. En je kan presentaties bekijken, maar ook documenten opvragen. Wie is de CEO? Dat is deze man. En hij is sinds juni is hij actief. Hij is nog heel kort in deze rol. Dit is de COO. En die is vorig jaar aangesteld. Ik denk dat dit bedrijf een enorme kans maakt om flink winst te gaan maken de aankomende jaren. Ze hebben visie en ja, dat moet je gewoon eens lezen in de jaarverslagen. Waar zitten ze? Nou, ze hebben een aantal mijnen en ze hebben ook ja, eigenlijk verschillende zaken waar ze mee bezig zijn. Sustainability moet je ook maar eens eventjes lezen. Waar zijn ze dan en hoe kijken hun daarnaar? Want hoe kan je nou aan sustainability bezig zijn op het moment dat je in steenkool actief bent? Nou, zelfs dan kan je daar natuurlijk wel wat aan werken om het zo min mogelijk vervuilend te maken. Ik denk dat ze daar op zich wel netjes mee bezig zijn, maar lees dat ook vooral zelf. En besluit dan, als je zelf onderzoek hebt gedaan, of dit een aandeel is waar je eventueel in zou willen beleggen. Maar weet, ik zit er in ieder geval al in. Ik vond het een interessante belegging. In mijn ogen was het dat. Ik wil je hartelijk danken voor het kijken van deze video. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. En vond je de video interessant? Geef een like. Heb je zelf suggesties? Laat het me weten. Dan kan ik eens kijken of ik daar ook naar kan kijken. Ik vind het leuk om aandelen te analyseren. Ik doe het heel vaak real-time. Ik vond dit wat lastiger omdat ik dit aandeel ken en niet het onderzoek voor je wil doen, want je moet zelf je onderzoek doen. En ik moet niet alles voor je voorkouwen, dan ga je wel op basis van mijn onderzoek misschien beleggen. En dat is niet de bedoeling. Je moet echt je eigen onderzoek doen voordat je je eigen beleggingen doet. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.